Oeh, een ei, een triceratops ei. Nee, nee. Jij daar, jij Nintendo fan, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en wil jij ook in de Rikachu Army, druk even op die rode abonneerknop hier beneden. En dan gaan we vandaag weer beginnen aan Rikka Collectie, een serie waarin ik in elke aflevering een Nintendo Switch game uit mijn collectie laat zien. En vandaag is het de beurt aan PixArk. Ik heb dit nog nooit gespeeld en ik weet niet eens wat het is. Maar ik vermoed dat het een kruising is tussen Minecraft en Ark. Oké, blijkbaar moet ik in ieder geval even een servertje joinen. Ja, kijk, oké. Ik ga in ieder geval even voor een servertje in Europa. Maar ik weet niet, er zijn op dit moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mensen die dit spelen in al deze servers? Serieus? Ja, dat is niet heel veel, hè jongens. Nou, dan moeten we maar lekker even alleen gaan spelen, potverdorie. Oké, we moeten even een mannetje maken. Wat voor kostuumpje doen we aan? Oké. Oh, wacht, we kunnen ook een vrouwtje maken. Nee, maar we doen vandaag even een mannetje. Oh, dat is echt niet best. Oké, haarkleur. Wacht even, ik denk toch dat ik een vrouwtje ga maken. Speciaal voor alle vrouwelijke kijkers van vandaag. Zo, waarom hebben de vrouwen veel meer kapselmogelijkheden? Dat is niet eerlijk. Oh, ik vind dit altijd wel stoer, ja. Dan de haarkleur. Gaan we voor rood. Of gaan we voor blond? Nee, ik doe altijd rood haar, dat vind ik vet. En de stijl van de ogen. Zo. What? Nu lijkt ze op Esper. What? Dit ziet er niet uit. Dit is wel mysterieus. Ja, ik denk dat dit wel cool is. Van de kleur van de ogen, dan gaan we voor groen. Vind ik altijd stoer. Alhoewel, ze heeft al een groen pakje. Misschien moet ik voor blauw gaan. Ja, dit is wel nice. Facial Features. Oh, nu kijkt ze echt super boos. Nee, dat is niet cool. Moet wel een beetje vrolijk kijken. Facial Hair Color. Nou, volgens mij hoef ik me geen zorgen te maken. Over gezichtsbeharing bij een vrouw, denk ik. Oh man, je kan nog echt dit ook allemaal aanpassen, joh. Ik wil alleen nog even een naam voor haar verzinnen. Weet je, bij een vrouw met rood haar moet ik altijd denken aan de Avengers. Scarlett Johansson. Ze heet gewoon Scarlett. Create new survivor. Ja, welkom in het avontuur van Scarlett. Ik hang hier aan een stelletje ballonnen. Holy crap. Check daar. Freaking Triceratops. Ik vind het nu al vet. En gewoon gelijk van die supergrote dinosaurus. Het is level 16. Ik ben bang. Wat moet ik doen? Yo, kijk deze Pteranodon vliegende dinosaurus. What? Dit is awesome. Ik heb geen idee wat ik moet doen, maar dat maakt echt niet uit. We krijgen hier Noobcraft taferelen, jongens. Ik snap niks van survival games. Maar ik vind het wel tof. Ik vind het alleen jammer dat het donker is. Volgens mij moet ik rennen. Dat is wat de tutorial me wil laten doen. Rennen. Level up is available. Access inventory to apply points. Press B to open inventory to apply your property points. Ik vind dit soort games altijd zo onduidelijk. Oké, laten we even kruipen. Dat is wat de tutorial wil dat we doen. We moeten kruipen. Oh, met X kunnen we dingen pakken. Ah, kijk. Oké, nu snap ik het. Met X kunnen we van alles nog wat pakken. Zoals bijvoorbeeld gras. Maar hoe kunnen we levelen? How to level up in PixArk. Oeh, kijk, we kunnen echt van alles nog wat oppakken. Volgens mij levelen we daar sowieso ook mee, want we krijgen de XP van. Is dat een kerstboom? Ik wil steeds met de verkeerde knop springen. Dit is heel irritant. Oké. Dit is serieus een kerstboom hier. En met kistjes. Oh, oké, maar hier is blijkbaar al iemand geweest en er zit een paswoord op. Iemand heeft hier serieus dingen gebouwd, jongen. Dit ziet er wel, wel fancy uit. Gewoon even huisje gebouwd, alles. Ja, dit is nice, dit is nice. Oké, ik moet dinosaurussen scannen. Hallo, scan. Scan. Oh, kijk. Ja. Your handbook has updated. Character info. Hier kan ik zeker gewoon levelen, of niet? Oh, ik ben al level 3. Hè? Maar ik moet mijn punten moet ik verdelen. Oké. Ah, gewoon hier. Kijk, ik moet gewoon een van deze kiezen. Ja hoor. Stamina is altijd wel fijn. En health ga ik updaten. Oké, we worden geholpen. Ik moet nu mijn inventory openen. En nu? Oh, oké, we hebben weer geleveld. Gewoon door de inventory te openen. Nice! Ik vind dit wel lauw hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het op zich wel cool. Ik vind het heel tof om gewoon al die dino's hier te zien. Ik weet niet of ik daar naar beneden durf te gaan. We kunnen de map openen in first person view. Oké, we hebben een gouden realm, een bevroren land. Een woestijn, grasland, oceaan. Ondertussen kunnen we weer wat puntjes verdelen. Ik ga mijn crafting speed upgraden. Ondertussen ben ik al level 4. Ik heb nog niks gedaan, maar dat maakt niet uit. Oh, slijm moeten we sowieso kunnen verslaan. Oh, snap. Wat is überhaupt dat, jongen? Word ik daarmee naar Space afgevuurd of zo? Kunnen we gewoon Space Ark gaan spelen? Zijn er mensen hier die PixArk spelen in de community? Ik ben heel erg benieuwd. Zijn er mensen in de Rikachu Army die PixArk spelen? Zo ja, heb je tips? Zo ja, moet ik dit ook verder gaan spelen? Moet dit een serietje worden of niet? Ik ben bang voor dit beest. Ik vertrouw het beest niet. Er zit ook een lichtgevende vis daar. Die vertrouw ik ook niet. Hebben serieus mensen
mensen dit allemaal gebouwd of wat? You're hot. Find some place to cool down soon. Oh, ik heb het warm. Ik moet af gaan koelen. Oké, maar ik ben nu hier zo. Dit is heel naar. Ik weet niet hoe ik hier uitkom, want ik weet nog ineens hoe ik iets moet bouwen, jongens. Ik ben in ieder geval weer geleveld. Dat is altijd positief. Wat zijn dat voor paddenstoelen trouwens? Wil die paddenstoelen ook oppakken? Ja, nice. Light mushrooms. Level 70 rabbit. Jongen, dit kan ik nooit verslaan. Misschien moet ik eten gaan zoeken. En misschien moet ik konijnen gaan slachten. Maar nee, level 70 rabbit kan ik toch nooit verslaan, jongens. Oké, hier zijn watervallen. Hier koel ik in ieder geval af. When you stand in one cube height water, press X to drink. Oeh, nice. Oké, laat me eens eventjes weer naar het menu gaan. Dan kan ik weer even wat levelen. Laat me zuurstof levelen. Oké. Hier kan ik allerlei dingen craften. Kan ik al een knuppel craften? Nee, daar heb ik 2 hout voor nodig. En voor een fakkel heb ik hout en flint nodig. Ik heb zo'n vermoeden dat ik tegen bomen moet gaan slaan, jongens. Hier, sla bomen. Ja, hier, sla bomen. Oh nee, nu heb ik dirt geslagen. Dit zijn niet de bomen die ik moet slaan. Moet ik zo'n grote boom slaan dan? Ja. Oké, dan krijg ik hout. Cool. Bap. Ja hoor, 6 hout. Dat is nice. Oké, nu gaan we craften. Kijk, nu kan ik al een axe craften en een pickaxe en een knuppel. Oké, craft item. Ja hoor, lekker. En even een bijltje craften. Oh, kan ik nu ook een speer maken? Dat is chill. Oké, die hebben we ook. Nu heb ik nog meer hout nodig, jongens. Maar het is wel licht, hé. Als ik nu op I druk, of L en I. Ja, kijk, dan, nu heb ik een pickaxe. Kijk, nu kunnen we gaan minen, jongens. Lekker. Nu hebben we flint. Helemaal top. Wat. Ik weet alleen niet of ik nu de goede itempie gebruik eigenlijk. Maar ik heb wel flint te pakken. Dat is top. En stenen. Lekker. Dit nog even pakken. Ja hoor. Nice. Oké, we hebben allemaal spulletjes gepakt nu. Yo, wat is dat? Een rabbit van level 42. Ja, die kan ik ook nog niet aanpakken, jongens. Dat gaat hem nog niet worden. Hey, dit is wel een fijn spelletje. Ik vind het wel leuk eigenlijk, man. Gelijk allemaal dino's op je pad en zo. Gelijk vanaf het begin. Dat vind ik tof. Gelukkig vallen ze me niet aan, want dan heb ik wel een probleem. Dus even kijken. Wat kan ik nog craften? Een torch kan ik nu craften. Maar eigenlijk wil ik die speer. Ik dacht dat ik net zag dat ik een speer kon craften, maar dat gaat nog niet lukken. Eigenlijk wil ik weer even naar boven, jongens. Oké, we zijn weer boven. Oké, we gaan weer even bomen ommaken voor hout. Hoppapapapap. Nice. Weet je wat mensen hier allemaal gebouwd hebben, jongen? Niet normaal gek. Ja, dit is echt letterlijk een mengsel van Minecraft en Ark Survival. Kijk dit! Kijk wat die allemaal bouwt, joh. Wat is dit allemaal? Ja, wel respect hoor dat je dit kan bouwen. Holy shit, man. Ondertussen jat ik gewoon even van alles en nog wat hier. Oh ja, ik wil even kijken of ik die blob kon verslaan. Hier, slijm. Kunnen we die slijm verslaan? Wacht even. You must be at least level 10 to feed the slime. Oh, ik moet... Ik wou hem verslaan, maar ik moet hem blijkbaar eten geven of zo. Even kijken hoe we snel level 10 worden, hoor. We zijn nu blijkbaar level 6. Level 7 zijn we ondertussen. Wat is dat dan? Een female Fiomia, level 94. Wat is dit voor beest? Een of andere gigantische rat, jongen. Wat ben je aan het doen? Ziet er wel echt leuk uit. Ik vind het gewoon alleen al leuk om gewoon lekker een beetje rond te lopen hier, man. Is dit een ei? Oeh, een ei. Een triceratops ei. Nee! Nee! Nee, joh. Oh, shit. We moeten natuurlijk geen eieren gaan stelen van de triceratops. Want dan worden ze boos. Lekker, Rick. Oké, gelukkig kan ik gewoon respawnen. Ik heb wel hun ei. Ik weet niet of ze boos blijven op mij. Ik denk dat ik die triceratops niet meer tegen me komen. Ik denk dat ze mijn kuit kapot willen maken. Oh. Ik ga een gevaarlijk gebied in. Nee. Oké, ik ga wel terug. Daar ben ik nog helemaal niet ready voor, jongens. Intussen kunnen we wel even minen hier. Oh, we zijn ook weer eruit. Nice. Kijk, top. Ja, hoe meer je oppakt, hoe sneller je levelt volgens mij. En hoe sneller je levelt, hoe sneller je weer nieuwe dingen kan maken. Dus het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je continu dingen op blijft pakken. Nieuwe dingen craft, waardoor je ook weer XP krijgt. En eigenlijk zo snel mogelijk een hoog level wordt. En dat je geen triceratops eieren oppakt. Want dan word je gesloopt. Ik weet niet of ik iets verloren ben. Volgens mij ben ik niks kwijtgeraakt of zo. Ik dacht dat ik gewoon weer level 0 zou zijn. En weer helemaal overnieuw moest beginnen. En al mijn items en zo kwijt zou zijn. Maar ik heb gewoon alles nog. Yo, wat is dat? Is dat een portal of zo? Kan ik hier op? Oh ja, maar ik kan ook gewoon zwemmen. Hey, fishies! Ook zo'n lichtgevende vis daar. Entering a low danger area. Oh nee, hier zijn enemies. Dit is Lepros. Ik heb hier volgens mij helemaal niks te zoeken, joh. Kan ik hier ook al die dingen oppakken? Ja, kijk, hier. Ik kan deze dingen ook oppakken. Al die water.
plantjes en zo. Nice. Geen idee nu nog wat ik eraan heb, maar kan zeker nog wel van pas komen. Oké, Triceratops, haat me alsjeblieft niet meer. Het spijt me. Ik wist niet dat ik je eitje niet mee mocht nemen. Ik had gewoon honger. Ik had gewoon trek in Triceratops ei. Laten we kijken of hier boven op de berg iets te vinden is. We moeten binnenkort wat warmte gaan vinden. Oké, ja, het is al nacht natuurlijk. Bijna. Het is weer avond aan het worden. Laat ik even dit boompje omhakken. Ja, die dingen vertrouw ik niet hoor. Nee, oké, ze willen me poisonen. Nee hoor. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is ook veel te koud hier op de berg. Ik wil weer terug naar de warmte. Oké, dit Triceratops ei laat ik liggen. En dit Pteranodon ei ook. Nee, ik ga geen eieren meer oppakken. Dat lijkt me niet zo. Hé, kan ik die turkey slachten? Turkey! Ik heb honger. Oh, nee. Ik vind het eigenlijk een beetje zielig. Small Dino Feces. Yo, ik heb iets geslacht. Level up is available. En een kissy. En een turkey egg. Oh, maar dit voelt niet goed. Ik vind het altijd lullig om dan dieren te slachten. Maar dat moet nou eenmaal in zo'n gamepie volgens mij. Hoe maak ik vuur? Ik moet weten hoe ik vuur moet maken. Oh, kijk. Hier staan mijn engrams. Maar ja, dit kan nog niet zo heel veel doen eigenlijk. Je ziet dat op level 10... Ja, ik heb natuurlijk zijn vrouwtje genakt. De turkey is natuurlijk hartstikke boos. Kom dan. Hier. Zo, hoppakee. Nog meer vlees. Maar nu moet ik weten hoe ik dat vlees kan koken natuurlijk. Maar ja, daar zijn we voorlopig nog niet. Deze bouderrat die ligt ons deze te chillen. Die is volgens mij dood aan het gaan of zo. Gaan we even een boom ommakken. Volgens mij kan ik ondertussen ook wel weer een beltje of zo maken. Wacht, laat me even wat meer craften. Ik denk dat dat een goed idee is. Kijk, een bel craften, want die heb ik namelijk nog niet. Craft item! En nu even een fakkel craften. Hoppakee, craften die handel. Kan ik nu die bel in mijn inventory doen, denk ik. Kijk, dan moet ik dat aanklikken, denk ik. En dan wisselen of zo. Nu moet ik nog even vinden hoe ik dat allemaal in mijn inventory doe. Lijkt me niet al te moeilijk, toch? Dan moet ik toch gewoon, ja, zo kunnen wisselen. Nice. Die gaat daar naartoe. Ja, nu staan allemaal wapens op de pijltjes. Dat is top. Even een besje eten. Ja, kijk. Hoppakee. Lekker. Ik heb alleen blijkbaar trek in vlees. Ik ga geen rauw vlees eten natuurlijk, jongens. Kijk, ik heb hier allemaal rauw vlees, maar dan moet ik eerst even zien te koken. Ik ben nu level 9. Ik moet nog één leveltje omhoog. Dan kan ik denk ik daarna nieuwe dingen gaan doen. Ik denk dus dat als ik level 10 ben, dat ik dan van alles kan gaan doen. Oh, wat is dat? Dat is een zombie of zo. Een plague zombie. Level 88. Nee, daar ben ik nog niet tegen opgewassen, ben ik bang. Oké, nu ga ik even boom hakken. Ik denk dat het sneller gaat met een bel. Kijk, ja, het gaat veel sneller met een bel. Nice. Ja, dit is een leuk spelletje, jongens. Dit is wel een lachen spelletje. Wat is trouwens jullie favoriete dinosaurus? Ik vond altijd de Triceratops cool. Maar ja, hij heeft me net gesloopt. Dus ik ben nu een beetje bang voor de Triceratops. Die is trouwens maar level 6. Die is helemaal niet zo hoog level. Die zou ik moeten kunnen nakken. Wat is er trouwens met dat beest aan de hand? Wat is er met deze turkey? Level 120. Nee. Daar moeten we van wegblijven. Laten we even boompje hakken. Kom op, jongens. Laat me even snel level 10 worden nu. Echt, sommige mensen hebben echt hun best gedaan. Die hebben echt allemaal shit gebouwd hier. Wat is dat voor vliegend ding? Wat is dat voor een projector of zo? Ja, we kunnen dit ook gewoon kapot maken. Iemand is hier iets keihard aan bouwen. En ik sloop het allemaal. Oké, misschien door nog iets te craften dat ik dan even een leveltje omhoog ga. Nog een bel. Go. Nee, levelt het mij niet. Kom op, game. Laat me level 10 worden. Volgens mij zijn we level 10. We kunnen een bed maken. Een checkmark flag mini arc portal. Holy crap. Oh, ik kan dit ook al allemaal maken. We moeten engrams leren te maken. Oké, hoe dat precies werkt. Bijvoorbeeld schoenen. Ja, oké, dat kost dan engram points. Oh, nu snap ik hem. Dus je gaat naar het menutje. Dan ga je hier naar die engram gaan doen. Dan kan je hier van alles en nog wat leren. Bijvoorbeeld dit cloth shirt. Moet je even sturen hier naar learn engram. En dan leer je dat. En dan kan ik dat dus nu gaan maken. Dus ik kan hier blijkbaar allemaal kleertjes en zo bijvoorbeeld gaan doen. Zo. En als ik dan de materials heb, dan kan ik het gaan maken. Weapons and tools. Ik kan dus al een stenen bel nu maken. Een stenen, ja, van alles en nog wat van steen. Oh, hier die speer. Kijk. Kijk, hier staat die speer. Dan kan je beter jagen. Nice. Oh man, dit gaat ver, jongen. Hier, portals kunnen we nu inderdaad maken. Mini arc portals. Maar eigenlijk wil ik gewoon een bed. Even kijken. Oh, kijk, hier, kampvuur. Ja, dat is level 1. Kampvuur kan je eigenlijk gewoon gelijk maken. Maar dan moet je het inderdaad wel even aan jezelf leren. Hoppakee, kijk. En nu kunnen we cooked meat. Oh, nu kunnen we ook eten koken en zo. Dat leren we er allemaal bij. Oké, let's go. Bijvoorbeeld, als ik nou een kampvuurtje wil hebben, dan moet ik nu hier naartoe. En dan kan ik dat... Kan ik dat al maken? Nee, want ik heb nog meer flint nodig. Dus we moeten even wat flint gaan zoeken. Dat zit in de grond. Kijk, dat zat. Kunnen we hier vast wel ergens vinden, flint? Ik loop natuurlijk weer precies verkeerd. Jawel, daar. Ik zie flint. Pakken we even pikkauwieltje.
Ja, kijk, dit is flint. Top. Hoppakee. 6 flint. Hoppakee. Kampvuurtje. Craft item. Gaan we even naar de inventory. Plaatsen we hier even een kampvuurtje. Hoe steken we dit aan dan? Kan ik dan gewoon mijn kip erop gooien? Oh, nee. Nee, nu heb ik rauwe kip gegeten. Dat is niet oké. Dat werkt niet. Volgens mij eet ik het alleen maar op. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, wat een geklungel. Rick en een survival game. Dat gaat niet goed samen. Weet je wat? Laat maar zitten. Ik zal het ooit wel een keer leren, denk ik. Jongens, ik heb te veel prikkels. Dit soort games zorgen voor te veel prikkels in mijn hoofd. En dan snap ik het niet meer. Maar ik vind het wel leuk. Ik denk dat ik even wat tutorialtjes ga kijken. En dan weet ik vast wel hoe dit alles moet. Ik weet niet. Misschien vind ik dit nog wel leuker dan Minecraft eigenlijk. En Ark, dat draait gewoon voor geen meter op de Switch, terwijl PixArk, dit draait op zich best wel lekker. Je merkt alleen wel aan alles dat de controls, als je gaat craften en zo, dat dat allemaal heel erg moeizaam gaat, want met een muis is dat veel simpeler natuurlijk. Maar ja, dit was wel leuk. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Abonneer even op dit kanaal als je heel mijn collectie en Nintendo games en Pokémon games wil zien. En volg me op twitch.tv/RickardUSMyLife zoals ze gamen. En dan zie ik je later, gewoon bij de volgende video. Mazzel!